Ik heb een vrouw bemind die best een tweede Troje zou verdienen. Die door de drank en heroïne onder mijn ogen werd verpest. Tot ziekbed kromp het liefdesnest. En ik zou zachtjes willen grienen, omdat alleen dit clandestine zo'n netje van ons tweeën rest. Zo'n 14 regeltjes waarmee je een tipje van de sluier ligt. Wat zout om in de wond te wrijven. Wat zijn dat toch voor waanideeën dat je vertont in een gedicht de dingen van je af kunt schrijven. Soms kan het geen kwaad als je je privé ellende bij hoge uitzondering één keer gewoon voor jezelf houdt. Thank you.